Goedemorgen, ik ben Vix. Ik ben al 6 jaar luchtvechtsleider in het CRC in Bevecom. En vandaag ga ik jullie meenemen op een van mijn werkdagen. Voilà, we zijn aangekomen in het CRC, het Control and Reporting Center. Van hieruit zorgen wij voor de beveiliging van het Belgische luchtruim. Om snel te kunnen reageren werken wij in 24 uur shiften. We gaan nu naar binnen, mijn collega aflossen en even kijken wat er op de planning staat. Hey, hoi. Hoi. Goedemorgen. Goeienacht gehad. Al een paar nachtvluchten gehad, voor de rest alles rustig verloopt. Oké, schat. We zijn hier nu in de opsroom, het hart van het CRC, waar alle actie gebeurt. We beginnen de dag altijd met een briefing en daar gaan we nu even naar luisteren. So, good morning everybody. Morning briefing. Yesterday we had 4 missions, of which 2 in the TSA-26. The RCC assets, tail numbers and call signs have been added in the RCC SOP. Concerning the radar, everything is okay. Luxembourg is back from yesterday and there is no maintenance foreseen. That's everything for me. Questions? Have a nice day. Als luchtvechtsleider krijgen wij vaak de vraag over wat wij precies doen in onze job. Wij zijn verantwoordelijk voor de tactische begeleiding van onze F-16-piloten tijdens hun luchtgevechten. Hierbij geven wij informatie door over de grondtroepen en de luchttroepen van de vijand. Wij zorgen ook voor een veilige situatie naar de commerciële vliegtuigen toe. Vandaag staat er ook weer zo'n trainingsmissie op het programma. Ik heb net de briefing van de piloot gekregen. En deze gaan we nu even doorbrieven aan de crew. So, good day everybody. Welcome for the mission brief of the 4V2 medium level SATO in the TSA-26 Alpha Bravo Delta 26. The mission is a 4V2 medium level SATO. My objectives are correct picture not later than redeck. Blue Air will start in the north, red air will start in the southeast. The contingencies emergency will be handled via 2-ship and no radio in the block starport. Are there any questions? It's all here. Okay, good. Ik heb net van mijn collega vernomen dat de F-16-piloten zijn opgestegen, dus we gaan eraan beginnen. Tire 31 Eflux, good day, got your landing clear. Alpha check London 35225. De missie gaat als volgt. Ik ga dadelijk 4 F-16's begeleiden en wij gaan enkele luchttroepen van de vijand en grondtroepen proberen uit te nemen. Vincent, mijn collega, die gaat de vijandelijke vliegtuigen begeleiden. Ik geef info aan de F-16-piloten over de bewegingen van de vijandelijke vliegtuigen. Ik geef aan in welke richting ze vliegen, op welke hoogte, welke type vliegtuigen dat het zijn, zodat zij zich in de cockpit een beeld kunnen vormen over wat er allemaal aan de hand is. Hierbij gaan zij hun tactiek bepalen. Zij geven die tactiek dan weer aan mij door, waarop ik weet welke informatie zij tijdens het verder verloop van de gevechten zullen nodig hebben. Natuurlijk doe ik dit niet alleen. Mijn collega Jennifer, helemaal achteraan, die gaat ervoor zorgen dat ik een duidelijk beeld heb over wat er allemaal in de lucht zich afspeelt. Tiger 31 Eflux will provide loose positive control area south 1234, flight level 100 limited, clear to move. Eflux copy VMC wall floor 100103. Timeout Tiger 21, timeout Tiger 22. Copy timeout Tiger 21, timeout Tiger 22. 22 still alive. Copy 22 still alive, confirm 1 dead. Confirm, 21 is dead. Copy 1 dead. Zo'n missie duurt ongeveer 1 uur en is best intensief. Tijdens deze missies zijn wij verantwoordelijk voor een vlot en veilig verloop. Maar we moeten ook veel onthouden en multitasken. Een goede technische en tactische kennis is ook heel belangrijk om de capaciteiten van onze F-16's te kunnen inschatten. We gaan hierdoor proberen zoveel mogelijk informatie te geven aan de piloot in zo weinig mogelijk woorden. Natuurlijk is onze samenwerking en onze band met de piloten redelijk hoog omdat zij blindelings op ons moeten kunnen vertrouwen.
Tiger 3-1, continue heading 020, flight level 160, contact Bagger Radar 306, decimal 6, good day. Ziezo, de missie zit erop. De F-16's zijn ondertussen aan het terugvliegen naar hun basis. Terwijl zij aan het terugvliegen zijn, gaan wij even debriefen over kleine veiligheidspuntjes of alles vlot is verlopen. En daarna zal ik ook nog even met de piloot bellen voor een tactische debriefing. Je bent een paar keer laat geweest met de time-out. Voor de rest is eigenlijk alles goed. De FTM hebben we goed ontvangen, dus we hebben onze objectives bereikt. Oké, top. Dikke merci en tot de volgende dan. Ja, tot de volgende. Aangezien wij tijdens onze shift altijd paraat moeten staan en het gebouw niet kunnen verlaten, eten wij hier altijd onze lunch. In mijn geval is dat bijna altijd een broodje. Attention to all, 11 Squadron, 4 men in. Ryanair, 6, 2, 1, come los. From München to Dublin. We zijn hier zo net opgeroepen voor een luchtincident. Tijdens zo'n luchtincident wordt de QRA ingeschakeld. De QRA is de Quick Reaction Alert. Hierbij staan twee F-16's dagenacht paraat, oftewel in België of Nederland, om binnen de 15 minuten op te stijgen tijdens zo'n crisissituatie. Zo'n noodgeval kan gaan van een passagiersvliegtuig dat de communicatie met de luchtverkeersleiding heeft verloren, of eventueel een kaping. In dit geval is het gewoon een passagiersvliegtuig dat niet meer antwoordde op de instructies van de luchtverkeersleiding. Dus zij hebben ons verwittigd om dit verder te onderzoeken. Ryanair 621, Ryanair 621, this is Eflux, Belgian Air Defence Station calling on guard. If you read me, reply on this or Squawk Island. It's a Boeing 737, tail number Romeo Juliet 635. Currently heading 280, speed is 350 knots. Everything looks normal in the cabin and in the cockpit. We have good to wear with them. Apparently they got struck by lightning and they lost equipment on radios. Good day, General. I'm calling you back concerning the situation we had with the Ryanair 621. They will need military assistance. Attention, 11th Squadron, end of air incident. Naast mijn gewone job coach ik ook jonge beginnende luchtgevechtsleiders. Dit is Nore. Zij gaat nu beginnen aan een missie waarbij zij twee F-16's zal gaan begeleiden. Zij gaat alle commando's moeten geven aan beide F-16's. De begeleiding van jonge collega's en de studenten is heel belangrijk, want de job is niet voor de hand liggend. Je begint met een militaire basisopleiding in de onderofficierschool van Safraanberg. Deze duurt ongeveer een jaar. Daarna kom je bij ons in de eenheid waarbij je verdere theorie specifiek voor luchtvechtsleider krijgt. En daarna begin je aan een simulatieperiode van 6 maanden. Copy. And now I can knock it open. Now you have to like compensate. So once they're steady, you can start measuring. Zoals je hebt gehoord ook, is alles bijna in het Engels. Dus een goede kennis van Engels is heel belangrijk. Ja, en wat ik eigenlijk het moeilijkste vind, is omgaan met de stress. Je moet die op het juiste moment kunnen uitzetten, maar ook dat het niveau steeds omhoog blijft gaan. Dus als je een goede simulatie hebt gehad, is het niveau voor de volgende terug een beetje moeilijker, maar dat maakt het wel leuk. Now is the fighter, so measure again, 267. Yeah, 1.3 miles. 1.2 on the other side, that's a good one. Good job. Thanks. Zo, mijn werkdag zit er nog niet op. Ik ga nu wel even rusten, omdat mijn volgende missie tijdens de nacht zal plaatsvinden. De job als luchtgevechtsleider is heel intensief, maar ook heel interessant, want we kunnen alle actie van de piloten volgen vanuit onze bureaustoel. Voor alle missies en oefeningen in het Belgische luchtruim werken wij van hieruit. Maar natuurlijk hebben wij ook de mogelijkheid om af en toe naar het buitenland te gaan. Zo ben ik pas uitgezonden geweest naar Abu Dhabi voor 3 maanden. Zo, dat was het dan. Slaap lekker en misschien tot binnenkort.